Blijkbaar weet dat niemand mijn cd heeft natuurlijk. Hoe kun je mij niet kennen? Oké. Okay. Op mijn iPod heb ik allerlei soorten muziek staan. En als ik naar hiphop muziek luister, dan luister ik eigenlijk het beste en het makkelijkste naar muziek die nergens over gaat, of hiphop die nergens over gaat. Dus ik kan niet de hele dag naar conscious rappers luisteren zoals Common en Mos Def en Tyler Colie, terwijl het wel mijn favoriete rappers zijn. Dus als ik gewoon hiphop wil luisteren voor een lange tijd, dan luister ik het liefst naar bullshit zoals 50 Cent. Vind ik tof. Snap je? Bullshit. Dus toen dacht ik, dat gaat nergens over. Toen dacht ik, weet je wat, lijkt me echt gewoon dik om een keer een track te schrijven die totaal nergens over gaat. Toen heb ik mijn producer gevraagd om een beat te maken die gewoon zo kapot, hard, gruwelijk, moeilijk zou zijn. Dat mensen eigenlijk alleen naar die beat zouden luisteren en dat mijn vocals er niet zouden, snap je? Als statement. Dat mensen nooit luisteren naar die vocals, alleen naar de beat. Dus dat was mijn concept. Heb ik geschreven en toen dacht ik, fuck it, moet nooit uitkomen. Nou, ik laat het toch even horen. Het nummer heet, dit gaat nergens over. Juice is de naam, beaam, de faam, bekwaam, als vruchten verboden. Oké, ik ben terug om je lucht te verkopen, met de grote verwachting er zuchtend te komen. Dat ben ik. Wie ben jij? Serieus. Er zijn van die mensen die zeggen, het is alles of niets. Niets van het alles, want wat het geval is, niks, niente, nada. Anders gezegd, dat is drie keer niks. Niks, niks, niks. Dat is het concept. En mijn hele visie. En per definitie over de hele linie, net als televisie, vorm zonder inhoud. Volgens de norm, dus vorm zonder inhoud. Ik weet wat ze willen. De stilte, de storm, gedonder, het ging fout. Dit was het. En dan komt het refrein. Dit gaat nergens over. Ik heb het niet helemaal uitgewerkt, maar in ieder geval die zin. Met die zin zou ik het refrein dan gaan doen. Dus dat, het refrein is dan voorbij. Het meest consequente van mensen, het inconsequente van denken. Je kent me niet. Ik leef met de dag als een kamergenoot. Geef het wat dag, licht, water en brood. Goed, nu komt de break. Yo, yo, yo. Hier is de break. Yo, yo, yo. Dit is de break. Yo, yo, yo. Dit was de break. Yo, yo, yo. Klaar. Dit was nergens goed voor. Het is goed hoor, je doet wat je moet doen. Ik moet door, je schoen in mijn voetspoor. En toen, en toen, en toen was een lang verhaal. Ik weet, je verwacht het, helaas. Vergeten gedachten. Ik deed en bedacht me, afijn, na mijn rijm. Het refrein om de pijn van het leed te verwachten. Komt-ie. Refrein, dit gaat nergens over. Laatste koers. Jij zegt wat je denkt, ik denk wat te zeggen. En dat is het verschil. Trouwens, als ik iets aan je neus hang, is het een bril. Trouwens, of ik mijn tijd aan je dissen verspil, dan vergis je je keel. Dit is geen diss-track. Het is wat het is. En al heb ik het mis, ja, dan is het beslist whack. Wie A zegt, moet B zeggen. Ja. Wie ja zegt, moet nee zeggen. Want ik heb het recht om te zwijgen. Wat je zegt, kunnen ze en zullen ze links of rechtsom verwijten. Echt dom. Het draait nooit echt om de feiten. Vecht zonder strijden. Sun Tzu. Niet gelezen? Heb ik niet gelezen. Hoef ik niet te lezen. Ik heb het boek niet vergeten. Soms wil je inhoud, soms wil je diepgang. Nu even niet, man. Dank jullie wel.